De opkomst bij de twee protestacties van Stefano Biervliet en Cibrano Piquet vanmorgen op het Onafhankelijkheidsplein was teleurstellend. Veel mensen vinden dat de regering de tijd moet krijgen haar beleid uit te voeren. De protestacties zijn gevoerd tegen de achtergrond van de benzineverhoging en de aanpassing van de wisselkoers. Stefano Paquito Biervliet had de burgers opgeroepen om te protesteren tegen de verhoogde benzineprijzen. De andere actie stond onder leiding van Cibrano Piquet. Naast de brandstofverhoging wil ook hij dat de verhoging van de wisselkoers teruggedraaid wordt. Piquet haalde aan dat zijn actie niet bedoeld is om de regering naar huis te sturen, maar haar te wijzen op de effecten die de verhoging van de benzineprijs kan hebben op de gemeenschap. Hoewel de opkomst tegenviel, was Piquet tevreden dat hij niet alleen daar stond. Suriname zijn niet dan meer, zoals we betiteld worden, de grootste groep. Suriname zijn ietsje slimmer nu. Ze kunnen denken nu, ze gaan googlen, ze gaan YouTuben, ze zoeken zelf informatie. Er zijn weinig napraters meer in Suriname. Ondanks de meeste vechtende Surinamers achter een PC thuis zitten, achter Facebook zitten en uitleggen. Ze hebben het meest uit te leggen als ze op Facebook zitten. Waar zijn ze vandaag aan de dag? Maar geloof me, ik ben blij met deze opkomst. Ik stel het op prijs dat ik niet alleen hier sta. En hoe knap je zo vooral naar Wasma en dat naar Masra gaat doen. Diverse personen hebben in een straatinterview aangegeven dat de protestacties van vanmorgen niet nodig waren. Zij wijzen erop dat de huidige regering pas aan zit en feitelijk met een lege staatskas moet werken. Daarom vinden zij dat de regering wat ruimte moet krijgen om haar werk goed te kunnen doen. Ja, usab stranama, stranama na pas en usabi. A president sa kondia noma jo po bribrabdu ala san direct. A skade sa liba baka bigi. Des ma mo rekenen na ga dati tak a president noma los a problem no no so direct. Want u na bad domoni fu los a problem direct. Dem wakti dem abib tien so pasensi. Da au go. Laten we de regering de kans geven. Om hun ding te doen. Er is eigenlijk zoveel in het land gebeurd de afgelopen tijden. En we weten allemaal dat er schulden gemaakt zijn, dat er leningen genomen zijn. Maar ik denk dat we een beetje de ruimte moeten geven. En dat is wat de regering ook heeft gezegd. Ze gaan ook maatregelen treffen. En geld halen waar er gehaald moet worden. Dat is belangrijk. En laten we even kijken. Die actie gaat weinig opleveren, omdat kijk, de regering is ook pas aangetreden. En iedereen weet dat ze een lege staatkas hebben overgenomen. Dus waarvoor gaan ze die actie voeren? Ik kan dat niet begrijpen, want die regering ga je niet naar huis kunnen sturen. Ze zijn pas gekozen met meer dan 30 zetels hebben ze. Dus hoe ga je ze naar huis sturen? Hetzelfde wat ex-president Bouterse zei, je moet dan wachten tot 25 mei, dat gaat Jean Santokis ook zeggen. En je kan deze regering nu niet verkwalijken, omdat iedereen weet dat ze een lege staatkas hebben overgenomen. Enkele burgers die vandaag hun mening gaven over de twee gehouden protestacties op het Onafhankelijkheidsplein. Deze acties hebben weinig mensen op de been gebracht.